Uh, ik, ik ga vier dingen doorlopen uh, uh, en uh, ik begin eigenlijk uh, dat was een, uh, om het vraagstuk van energie en klimaat in de bredere context van de Sustainable Development Goals te noemen en dus in het uh, de context van de afgelopen zeven lezingen. Uh, dat is het hele abstract niveau. Dan zoom ik in het hier en nu en het uh, gekibbel en uh, gedoe en uh, nou ook uh, ja. Laten we zeggen, de consensusvorming die er in Nederland is rond het klimaatakkoord, daar kijken we even naar, dan zoomen we weer uit. En wat ik realiseer me, wat je hier ziet is een plaatje van, laten we zeggen, een brochure die er zijn, of een rapport zo je wil, die hier komen over waar gaan de investeringen in alternatieve energie nou heen. En... Als je gewoon naar de investeringen kijkt door de jaren, door de decennia heen... en je doet dat met uh, de blik van een technoloog. Ik ben natuurkundige van origine en uh, ik, ik heb uh, de, dus denk ik uh, ook door de jaren heen ontwikkeld... een uh, soort gevoel van... Ja, waar gaat het nou in? Dan is dat ontzettend he, leerrijk, denk ik. Dus ik hoop he, daaruit enige trends en lessen en ideeën te trekken over wat je in de toekomst kan zien. Nou, dat zal ik met u delen en dan aan het eind komen we weer uh, terug en kijken we nou wat staat er dan precies in dat uh, klimaatakkoord? En wat staat er in de doorrekening en wat zullen we nou gaan zien? Dus dat is ongeveer het programma. Het programma heeft ook de nare neiging te, te ambitieus te zijn, en ik stop er altijd te veel in, maar ik beloof u, om negen uur stop ik en dan uh, gaan we vragen doen. Dus, uh, nou, ik, ik ben uh, tot mijn schande niet bij eerdere lezingen geweest, maar ik begrijp dus dat het al aangekondigd is dat zeventien doelstellingen wel, m, misschien wel een heel beetje, een beetje veel is. Hè? En. Uh, de vraag die op mij overkomt: er zijn allemaal goede dingen. Dat zouden we allemaal willen. Maar, maar, maar kan dat ook? Nou, het is allemaal nastrevenswaardig. Maar als ik nadenk: van zou je hier nou een hiërarchie in bedenken? En ik begrijp dat er al verschillende voorstellen tot een hiërarchie zijn gedaan. En überhaupt het idee dat sommige van die doelen belangrijker zijn dan andere is al iets waar je. Ja, waar je je vragen bij kan stellen. En dat is allemaal legitiem natuurlijk. Dus ik zeg alleen, dit, dit, dit zal ongeveer mijn schakering zijn van die doelstelling. En ja, natuurlijk is dan, zet ik dan hè, klimaat en, hè, en energie bovenaan. Natuurlijk zult u zeggen, en dat, dat is ook onvermijdelijk. Want ja, dat is mijn onderwerp. Dus dat is een soort natuurlijk ding om dat te doen. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die ik erover zeggen. Eén ding wat, um, uh, en dat heeft, ik heb heel lang, uh, zoals uh, genoemd werd, bij Shell gewerkt. Ik heb daar ook heel lang in uh, scenario's, uh, aan scenario's en met scenario groep uh, gewerkt. Uh, en één van de dingen hè, die um, uh, het zo lastig maakt uh, in een wereld waar een heleboel belangrijke dingen zijn, is dat uh, alle dingen waarvan we weten dat we ze moeten fixen, dat we ze moeten aanpakken en waarvan we ook weten... Dat het kan om het te doen. Daar hebben we domweg de, de tijd niet voor. En wat ik vind een, een mooi citaat daarbij komt uit een boek. Wat zeer de moeite waard is, al heeft het een wat dubieuze naam bij velen, omdat het van Friedrich van Hayek is in de The Road to Serfdom, geschreven na de Tweede Wereldoorlog. Maar toch is het de moeite waard. En het, uh, het is sowieso altijd goed om je klassieken zelf te lezen en niet alleen maar. Dat lijkt me een mooie opmerking in het kader van studium generale. Lees klassieken. Hè? Dus there is an infinite number of good things which we are all, all highly desirable as well as possible, but of which we can hope to achieve. No more than a few in our lifetime. And even those imperfectly. Dat is de crux, denk ik. En dat is mijn bril. Waarom ik zeg. We, we kunnen niet 17 dingen allemaal tegelijk doen. Dus er moet een hiërarchie zijn. En waarom is klimaatverandering en energie. Is dat belangrijk? Nou, ik denk. En dat zullen we zo ook verder nog illustreren. Dat als we dat niet doen, omdat het een, letterlijk een, 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 een zaak is. Van, van overleven, omdat als we het mismanagen, als we het niet uh, goed managen, hè, dat er dan uh, een niet mooie planeet en een niet goed leefbare planeet is waar we die andere 15 doelstellingen op uh, kunnen realiseren. En, op zich, ik dacht dat het, ja, als ik dat zeg, dan, dan, dan ben ik dat maar en dan is het een, de intuïtie van uh, uiteindelijk een natuurwetenschappelijk geleerde. Maar ik zal zonder de precieze bronvermelding zeggen dat ik pas een working paper onder ogen kreeg van uh, een aantal ethici die, die eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Of nou niet precies hetzelfde, maar die aangeven dit is van zo'n speciale aard. De wereld waarin we de ecologische basis van ons bestaan ondergraven. en dat, dat gevaar ligt heel duidelijk op de loer. als we het energie- en CO2-vraagstuk niet adresseren. Dat is, een, dat is een wereld waar alle andere dingen. Ja, ook onrealiseerbaar worden. Dus dat is, ja, dat is lastig, maar dat is de, de situatie waarin we zitten. Nou, dit is uh, da, dan uh, in, in de simpelste manier, we zeggen dit is de, de squeeze we're in. Uh, um, wat je ziet, de, de oplopende lijnen uh, zijn, uh, zijn eigenlijk lijnen van uh, emissiescenario's uh, op wereldschaal. Emissies gaan uh, eigenlijk bijna zonder uitzondering ieder jaar omhoog. Soms een beetje als er wat crisis is of een jaar willen het wel eens niet doen, uh, maar gaan omhoog. En in alle... Scenario's die verhalen vertellen over waarin de wereld is zoals we hem hebben. En denk aan het citaat van Hayek, waar we weten wat we doen, maar er zijn zoveel dingen die we moeten doen. In die wereld wordt er absoluut gewerkt aan klimaatverandering. En daarom zie je de lijn überhaupt ombuigen. Maar de uitdaging die er is. He, om, uh, om uit te komen op de lijn die indicatief, commensurabel, of die overeenkomen met twee graden temperatuurstijging of anderhalve graad. Die zijn zo radicaal verschillend. He, dat, dat is een totaal andere wereld dan de wereld die we nu hebben. He. Toch. Uh, moeten we op zijn minst proberen daaruit uh, te komen. Hè? En uh, nou ja, Parijs is natuurlijk uh, een duidelijke uh, uitdaging. Maar we komen er later op terug. Maar om nog even terug te schakelen. Hè, ik denk hè, dat, dat in ons denken en uiteindelijk in ons handelen. Hè, als je ergens in de buurt hè, van die uh, lijnen scherp naar beneden wil komen. Uh, dan is dat naar mijn beste inschatting, en het is niet meer dan dat. Uh, is het niet anders mogelijk dan dat uh, energie en klimaat echt voorop staat in, in alle agendazettingen? En de afgelopen weken, hè, met uh, vallen en opstaan, hebben we dat in Nederland gezien. Nou, aan het eind zal ik er nog meer zeggen. Ik denk dat op zich fantastische stappen vooruit zetten in Nederland in de afgelopen jaren. Met het hele debat hè, wat we hebben. Het de debat is goed, hè, maar we zijn nog absoluut niet op, op zo'n uh, zo traject. Goed, nou, waarom hè, is dit uh, zo? Uh, en, en natuurlijk, het is angstig hè, dat, dat het grote vraagteken. Nou, ik kan niet uh, pointen met dat vraagteken, hè, is, is angstig dichtbij. Hè, maar uh, ja ergens tussen nu en 2030 hè, gaan we toch uh, uh, als we dan die dingen heel, heel nadrukkelijk uh, zien veranderen. Uh, dan komen we, dan worden de dingen nog meer onomkeerbaar dan ze nu vaak al lijken te zijn. Uh, ik, uh, het, uh, nog, uh, ik hou het net spannend genoeg. Zo, dat moet je ook altijd uh, doen, denk ik. Goed, en waarom zitten we dan in de squeeze? He, dat is eigenlijk um, domweg dit. He, dat, weten, dat realiseren we ons allemaal. Uh, als we te veel, als we niet voldoende doen, als de lijnen niet voldoende afwijken, he, dan uiteindelijk is onze omgeving en, uh, is, uh, niet duurzaam en dat betekent ook dat dingen misgaan. He, het duurt niet voort. Uh, omgekeerd als we dat allemaal weten. Hè, en grosso modo weten we dat allemaal. Zeker zo'n verlicht publiek als wat uh, hier komt. Uh, niet iedereen, maar goed, de, de merendeel van de mensen wel, ook als je naar surfen. Uh, uh, Steekproef en zo uh, kijkt. He, maar, maar waarom lukt het niet? Um, dat, uh, om in goed Nederlands te zeggen: het hemd altijd nader is dan de rok. Uh, en als je werkelijk hele dingen heel radicaal uh, anders uh, zou willen doen, uh, de, dan geeft dat het soort uh, economische schokgolven en pijn en hè, de, de dingen waar we altijd natuurlijk een weerstand tegen hebben. Dat wil niet zeggen dat het allemaal niet kan. Hè. Het wil zelfs niet zeggen dat het per se niet betaalbaar is. Hè, maar het wil wel zeggen dat we uh, het, op, op het diepste niveau het maatschappelijk discours niet hebben en, en de woordenschat niet kennen en de wetten niet kunnen maken en de wetten niet aangenomen kunnen krijgen om het te, te doen. te krijgen Zijn ook, Je kan ook andere dingen benoemen, maar... Laat ik het hierbij laten. We kunnen altijd in de discussie uh, daar nog op terugkomen. Uh, nou, dit is het dus. En, uh, de, dus ik, ik denk dat uh, duurzame ontwikkeling, als je dat woord op de tong proeft, uh, dat vraagt uiteindelijk om keuzes, om focus uh, en, en om prioritering. En dat is niet gemakkelijk, en dat gaan we dan uh, zien in de rest uh, van, de, van de lezing. Nou, dan komen we bij uh, de, de actualiteit. Dit is een plaatje van uh, u herkent hem ongetwijfeld, uh, de gepeinigde Ed uh, Nijpels in de Volkskrant van twee weken geleden, toen hij in bange afwachting was van de rekensommen van het planbureau voor de leefomgeving. En dat is maar één snapshot in de soort rollercoaster die er uh, geweest is. Hè. Dus uh, ik denk dit plaatje om de actualiteit van Nederland uh, in. Uh, context te plaatsen, tenminste zoals ik het zie. Ik denk dat we uh, hier nu niet uh, hadden gezeten en dat we de discussie niet hadden gehad rond het uh, klimaatakkoord, dat we het niet hadden gehad, uh, als niet eerst Parijs was geweest. Het huh? Parijse akkoord heeft van al die uh, jaarlijkse bijeenkomsten, die er zijn, denk ik, um, uh, een breuk veroorzaakt met het verleden. Toch een moment uh, dat er de, uh, de, de soort... Uh, idee ontstond van ja, hè, collectief zijn we eroverheen, het, uh, het kwartje is gevallen, hè, we moeten dit probleem met urgentie adresseren. Hè. En dat heeft, hè, zoals je zegt, een, uh, echt een slag gemaakt in, uh, hè, om het in goed Nederlands te de mindset van mensen. Hè. Ik uh, zit al twintig jaar in, in dit uh, veld en ik uh, heb dit echt als een uh, uh, als een omslagpunt uh, ervaren. Waar alle. Uh, een veelheid aan uh, stakeholders. of het nou burgers zijn of uh, bedrijven. Uh, dat, dat het echt. de praten erover. en uh, het perspectief wat mensen zien. en de tijdschaal waarop ze. tot actie moeten komen. He heeft het veranderd. Nou, uh, dat hebben we in Nederland. Uh, gezien met. Uh, uh, het groenste kabinet uh, ooit, Wiebes die uh, dit hele proces van uh, polderen voor een uh, klimaatakkoord in gang heeft gezet toen het er een keer was. Uh, ergens half jaar toen begon ook weer. Jeetje, dat ziet er toch allemaal wel heel uh, heftig uh, uit. Dat zijn hele grote dingen. Wie moet het betalen? De burger kan het niet betalen, we kunnen geen warmtepomp hebben. We willen. Nou ja, fans, hele uh, circus uh, begon uh, op gang te komen. Ja, de, de, de krantenkoppen verouderen zo snel dat het bijna niet bij te houden is. Maar dit was dus, denk ik, november of zo. Klimaat kan Rutte 3 breken. Nou, dat was dramatisch. Toen kregen we in december daaroverheen VVD nee tegen het klimaatakkoord. In uh, chocoladeletters van de Telegraaf. En dus, dit was uh, de, de, de foto die ik net eruit had gehaald van uh, Nijpels, die uh, in bange afwachting is van uh, de doorrekening. En. Uh, Laura zei het al. Ik uh, was uh, gevraagd om uh, uh, als een van vier hoogleraren uh, vooraf het uh, rapport uh, van het planbureau de doorrekening uh, te, te reviewen, te kijken uh, klopt dat allemaal, uh, is dat gebalanceerd. Het oordeel van de reviewers was collectief ja. Uh, dit is een hele moeilijke sommen, en het is nooit precies wat er ook keurig in staat. Uh, maar dit is een gebalanceerde inschatting van wat kan en wa wat, het, uh, wat het kost. Nou, dat is altijd heel spannend, want je hebt dan uh, informatie vooraf. Maar ik had werkelijk niet kunnen voorspellen wat er met die informatie zou gebeuren. Dat dacht ik van tevoren al. <coughs> ik zei, het komt uit, ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. En volgens mij, niemand had dat uh, voorzien. Maar nou, het is prachtig in deze twee cartoons uh, van de... Uh, <laughs> echt prachtige cartoons van de, van de NSC vorige week. Hè? De... Uh, nou, voor de jongeren onder ons, ik weet niet of de, de linkerposter nog uh, uitleg uh, nodig heeft. He, dit is de klassieke PSP-poster uit uh, de, de jaren 60. Met een, um, met een blote dame voor diezelfde Hollandse koe. En uh, PSP ontwapenend. Maar het, is, uh, het geeft. Um, dit is een enorme ommerslag geweest. En uh, in de krant werd ook wel geschreven: een, een vlucht naar voren van uh, het. het, uh, het kabinet. Nou, het is fascinerend wat er uh, gebeurt. Dus uh, één hobbel is uh, genomen, hè, maar, maar ik denk dat er nog vele hobbels voor ons liggen. En later komen we daar nog wel uh, uh, op terug. Maar ja, dit is uh, waar, waar, we, waar, waar we zijn. En waar maken we ons nou uh, zo, zo druk om? Nou, dit is dan netjes een uh, kwantitatief uh, plaatje. Dus, dit zijn alle emissies van Nederland. Hè, in, uh, vanaf 1990, hè, dus we hebben dit, waar dit plaatje begint, hebben we er al uh, 18 jaar uh, op zitten. Hè. En in al die tijd is de, zijn de uh, uh, broeikasgasemissies, meest CO2, maar niet alleen, zijn met 12% gedaald. Hè. CO2 zelf nog, nog minder. En nou, ja, dus, uh, als je een rechte lijn zou trekken. He, dan, dan zuurt dat een beetje langzaam naar beneden, maar komen we bij lange na niet uh, uit waar we zouden moeten komen. He, dus uh, je weet, de, de doelstelling is nu 49% in 2030, waar ik uh, als beta van zeg, dat toont aan dat er ongecijferden aan de knop hebben gezeten om 49 in plaats van gewoon het ronde getal van 50 te zetten. Maar dat is ook zo, want ik heb me laten vertellen dat iemand heeft een lineaal getrokken tussen het, waar we nu waren in 2050 en het punt afgelezen bij 2030. En dat was min 49 procent. Dus uh, al dus worden doelstellingen uh, gezet. Maar goed, je, je moet een doelstelling hebben. En uh, nou, dit is het. De crux is dat het veel uh, meer is dan wat we gedaan hebben. Dus dat gaat verre van vanzelf. Huh? Het is, we zijn begonnen met het, uh, het wereldbeeld en het is misschien goed om deze enorme opgave die we in Nederland menen te hebben, uh, om, om die nog eens een keer over het uh, wereldplaatje heen te leggen. Dit was het plaatje wat ik eerder liet zien. Uh, en nou, dit is onze bescheiden uitdaging die we hebben. Want in Nederland zijn we goed beschouwd welvarend. Het energiegebruik stijgt al niet meer. En we zijn langzaam maar zeker, rijk als we zijn, doen de, de emissies terug te brengen. Maar wereldwijd, doordat we een ontwikkelende wereld hebben die zich ontwikkelt, er komen meer mensen bij en miljarden treden toe tot de middenklasse, is het probleem veel uitdagender. Dus dit. Uh, plaatst ook uh, het lokale gezeur over, uh, of gezeur in between quotes, je mag zelf weten of dat gezeur is, het is natuurlijk heel reëel, hè, maar plaatst het in context. Als je denkt dat wij, uh, een rijk land, met, met deze taak voor ons het moeilijk hebben, dan nou, op een wereldschaal hebben we het uh, eens te moeilijker. Niet helemaal mooi, maar u begrijpt het. Nou, in ieder geval zijn we de uitdaging uh, aangegaan en uh, zijn we, uh, laten we zeggen, goed op weg. Het is misschien aardig om te kijken, zonder al te lang bij stil te staan, wie zijn er eigenlijk uh, goed op weg en uh, hoe denken we in Nederland of hoe denken de po onze politieke partijen, we, we moeten er allemaal morgen weer op één uh, van die alle stemmen, hoe denken, zeker hoe dachten die partijen over het... Uh, uh, ...klimaat en energie. Dat, dat werd me, was een van de leukste dingen toen ik hier drie jaar geleden begon... ...werd me gevraagd door de centrale universiteit... ...goh, kijk jij vanuit uh, het perspectief van energie en klimaat dus naar wat er in de partijprogramma's staat... ...waar andere hoogleraren keken naar andere onderwerpen, maar dit was mijn onderwerp. Het was hartstikke leuk uh, om, om te doen en zo denken ze erover. Wat staat er op die assen... Uh, er is een soort uh, tweedeling. En uh, kijk maar, je ziet al wat, wat die is. Ja, er zijn sommige partijen die zijn specifiek over wat er moet gebeuren. Hè. Die schrijven in hun partijprogramma's dat er zoveel gigawatt aan windmolens bij moet komen, zoveel vierkante meter zonnepanelen, dat het zo gefinancierd moet worden, dat er elektrische auto's zijn en dat warmtepompen verplicht moeten worden, enzovoorts, enzovoorts. Er zijn ook partijen, en je voelt wel aan waar die zitten, die, uh, het, die niet zo dirigistisch willen zijn. En die het uh, houden bij oproepen dat ze. Uh, het, uh, dat Nederland een innovatief land moet zijn wat, uh, wat, uh, wat voorop loopt om innovatieve oplossingen te aandoen. En dan komt in iedere zin komt het woord innovatie terug. Nou. Je ziet wat het is, hoe kan je nou een negatieve score krijgen? Nou, dat is de milieuparagraaf van de PVV, kent uh, zes of zeven woorden. Wij zijn tegen wind en innovatie. Nou, veel korter is het niet mogelijk <laughs> om een... Uh, ja, nou punt gemaakt denk ik. Dus en wat is nou het meest groene kabinet? Nou, dat is dit. Hè? En en het leuke is dat, hè, nou ja, de scheiding tussen dat uh, uh, VVD-CDA kamp en het uh, uh, deze christen Christenunie kamp, hè, dat, dat zag je in ieder geval heel duidelijk. Ik bedoel hoe de dust settles na de laatste week en het omarmen van uh, uh, van, uh, van, uh, van van Rutte van het uh, een GroenLinks gedachtegoed om het te chargeren. Dat, dat zullen we nog uh, zien. Uh, maar ik denk, uh, als, als je goed denkt, is dat een helemaal niet zo makkelijk proces. Hè? Want. Ten principale grijpt dit gewoon aan op manieren van praten. Hè, politieke culturen hè, die kijken naar de energietransitie. Hè, en de taal hè, die, die D66 en de ChristenUnie bezigen is een andere taal hè, dan die de VVD en het CDA bezigen. Dus dat zal nog een interessant proces worden hè, om dit, dit verder te voeren. Want we zijn er natuurlijk nog lang niet. Hè. Dit, nou, daar komen we later ongetwijfeld nog op terug. Dus nou, dat was, uh, da daar zijn we met de, de politieke actualiteit, met deze politieke partijen en uh, whoever else, uh, moeten we het pad eerst naar 2030 en dan naar 2050 uh, effenen. En uh, ook met elkaar als, uh, als Nederlanders. Dus uh, nou, met uh, deze voorkennis gaan we nou weer helemaal terug en uh, uh, zoomen we uit en uh, gaan we eens kijken wat... Uh, wat is er eigenlijk gebeurd? En uh, geleidelijk aan of uh, impliciet uh, beantwoorden we daarom ook de vraag van waarom zijn we hier niet eerder aan begonnen? Uh, nou, dat uh, komt allemaal aan bod. Dus dit is steeds het plaatje waar we naar. Uh, uh, naar kijken. Hè. De, dit is uh, de, de, de uitdaging. Er is nog een manier om hem uh, te, te kijken en dat is uh, deze manier. Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien, maar ik zeg wat er staat uitgezet. Nu staat op de horizontaal als niet de tijd uitgezet. Uh, Verticaal staan nog altijd uh, CO2-emissies, maar nu staat op de horizontaal als uh, de, de energievraag. Uh, en wat je ziet, dit is, uh, nou, dit is een halve eeuw. Van uh, groei van het uh, wereldenergiesysteem. En dit is een rechte lijn vanuit uh, de oorsprong, zo goed als ik het de uh, wat Wat zoveel zegt, al sinds 1970, uh, de, voor de eerste oliecrisis, is er heel weinig veranderd aan de energievoorziening in de wereld. Uh, toen was het 80% fossiel, de rest waterkracht en kernenergie en een beetje biomassa, nou, heel wat biomassa eigenlijk. En nu is dat nog altijd 80%. Uh, fossiele energie en nog altijd 20% van al het andere, kernenergie waterkracht en steeds meer hè, maar nog op het procentenniveau zon en wind en moderne uh, biomassa dus nou als je dit ziet hè, dan uh, is de vraag wat gaat er nou in de toekomst gebeuren, daarvoor uh, maakt uh, Jan en Alleman grote en kleine uh, bedrijven onderzoeken maken daarvoor uh, scenario's D dit is een Samenvatting van wat uh, er allemaal is. En uh, ja, we, we kennen de toekomst niet en het kan alle kanten op. Dus uh, dat is ook zo. Hè? Het kan alle kanten op. Al, al denk ik hè, dat uh, dit. Uh een te breed spectrum van uitkomsten geeft. Dus het is misschien even voor de duidelijkheid, waar kijken we naar en waar zouden we heen willen. Energiegebruik is op zich iets wat niet, niet verkeerd is. Energie hebben we allemaal nodig. Zonder energie kunnen we de samenleving niet gaande houden. Dus logisch dat we dat willen. Logisch ook dat het steeds meer is geworden. Maar de emissies, dus de, de verticale positie, die willen we natuurlijk terugbrengen. Die moeten we dus ergens rond het midden van de eeuw. Naar nul hebben geredigeerd. Dus nou, ruwweg zijn er soort drie klassen van uh, scenario's. Er zijn zeg maar, wat hier B staat aangegeven... dat is, uh, nou, we doen eigenlijk niet veel. He. We zijn niet in staat om de dingen anders te doen dan we ze in de afgelopen eeuw hebben gedaan. Ik denk persoonlijk dat het eigenlijk niet plausibel meer is. De, de, de wereld is echt heel snel aan het veranderen. Technologie. Daar komen we zo nog op, maar uh, is uh, onvergelijkbaar veel beter uh, dan het tien, zelfs tien jaar terug uh, maar was. Uh, dus er kan heel veel, er gebeurt ook heel veel. Uh, dus de trendlijnen uit de tweede, uh, uit, uh, de tweede helft van de 20 e eeuw, uh, die zullen we niet voorzetten. Dus mijn persoonlijke mening, uh, mijn inschatting op alles wat ik. Uh, gezien heb, gelezen heb, denk ik dat we weg blijven uit dat blauwe stuk waar de emissies alleen nog maar erger worden en de energiegebruik explodeert. Tegelijkertijd denk ik niet dat, dat, het, dat, dat we helemaal in zeg maar, de, de goede hoek uitkomen. Dat, ja, dat is een beetje afhankelijk van maar dat het niet lukt per se om. Nou ja, ik, nou ja, nee, wat, wat wil ik eigenlijk? Ik uh, moet even zorgvuldig formuleren. Het is een enorme uitdaging om hè, het, uh, de CO2-emissies terug te brengen naar uh, een acceptabel niveau, dicht bij nul. Uh, maar ik denk, en dat is niet bij alle blauwe scenario's het geval, uh, dat dat moet gebeuren in een wereld die meer energie vraagt. Dan we, we nu hebben. En de reden is, daarvan is domweg de groei van de wereldbevolking en de ontwikkelingen in de ontwikkelende wereld. China is redelijk ontwikkeld in energietermen en in algemene termen, hoewel zeker niet uniform. Maar India, Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Zuidoost-Azië, dat komt er allemaal. Uh, nog, uh, nog aan. En uh, om het meest extreme scenario te nemen waar de lijn terugloopt, hè, dat is uh, best een be beroemd en invloedrijk scenario: het Energy Revolution scenario van Greenpeace. Uh, daar, daarin wordt dus geschetst een wereld waarin 2050 uh, met 10 miljard mensen welvarender dan nu minder energie gebruikt wordt dan nu. Uh, ik denk uh, dat dat. Uh, in theorie wel kan, maar in de praktijk niet. Hè? Omdat het echt een, uh, uh, een scenario is waar, waar mensen zich ernstig beperkt voelen in uh, ja, de dingen die ze kunnen doen. Nou, laat ik het hierbij uh, laten, we kunnen er altijd nog op terugkomen. Uh, in Goed Nederlands zeggen het is echt een geitwolle sokken scenario. Weet je, als we uh, morgen allemaal wakker worden en denken: ja, zo'n levensstijl als we nu hebben, dat hoeft toch allemaal niet. Uh, dan kan het. Hè? Maar wat is de kans dat dat uh, gebeurt? Hm? Dat betekent dus eigenlijk dat uh, ergens in het midden, hè, we, we proberen de, de CO2 zo snel mogelijk terug te brengen naar nul, maar wel in een, in een wereld waarin de energievraag groeit, hè, en dat zijn die groene dingen, dat ik dat het meest waarschijnlijk acht. En zo, bij alles wat ik hierna ga presenteren, moet je denken dat wat ik in mijn achterhoofd heb is ongeveer hoe komen we bij dat rode punt daar, hè, uh, met, uh, waar we veel energie. Produceren en consumeren omdat we dat willen en dat dat goed is voor onze welvaart. Wij hebben genoeg, maar in de ontwikkelende wereld is er meer nodig. Als je in dat punt komt, even voor de goede orde, en je zou het eerlijk verdelen, dan hebben we per wereldburger. Uh, ongeveer de helft van wat wij nu in Nederland gebruiken. He, de, dus het is absoluut niet zo dat ze uh, hier de, de bomen tot in de, in de hemel groeien. He, het is nog altijd wel degelijk he, iets waarin je zuinig omgaat met, uh, met energie. En dat zullen we ook doen. He, gewoon door de druk die er is. En het feit he, dat jaar op jaar, door de decennia heen, uh, energieefficiëntie jaar op jaar verbetert en ook blijft verbeterd. He, dat is. Uh, ja, dat is heel, heel belangrijk in uh, mijn vak en, en in de wereld. Goed, dus dit is het uh, plaatje. En nou, wat levert dan die verandering op? En uh, nou, nu moet je verandering uh, zien in, in relatie tot de grootte van het uh, energiesysteem. Het energiesysteem is uh, fantastisch uh, groot, en omdat het zo groot is, duurt het decennia voordat je een. Uh, een deuk in een pakje boter slaat... en voordat je een procent verandering hebt. Dus uh, dit is uh, het meest uitgezoomde plaatje wat ik heb. Dus uh, we kijken over een... Uh, op de horizontale schaal staat een eeuw... vanaf uh, de, de jaren 1960... toen ik geboren werd, tot 2050. Wanneer, nou ja, laat ik niet zeggen waar ik dan ben, maar... Uh, uh, en uh, op de verticale schaal... een zes orders van uh, grootte in, in energiegebruik. En uh, wat je... Ziet door de decennia heen in het, de geschiedenis. Hè, dat, dit plaatje is al tien jaar oud. Gemaakt toen ik nog bij Shell werkte samen met een scenario-collega. Maar alles wat in het wit is, dat was geschiedenis toen. En energie, nieuwe energie, nieuwe energie. Hè, ooit was dat kernenergie, uh, wind, zon, uh, biobrandstoffen. Als het maximaal de zaak voor de wind gaat, pun intended, hè, dan, dan groeien dingen met een. Orde van grootte per decennium, een factor 10 in 10 jaar. Nou, als je dat terugrekent naar meer bekende grootheden, jaarlijkse groei, is dat 25%. 25% jaarlijkse groei is in economische termen en in industriële termen is een enorm groeipercentage. Je kan je ook voorstellen dat als dat jaren jaren en decennia wordt volgehouden, dan heb je goed beschouwd, booming industrie. Maar ja, als je onderaan begint, dan heb je nog drie decennia, vier decennia, of sorry, orders van grootte te gaan voordat je een aandeel hebt in het energiesysteem. En nou, om de grootte van het energiesysteem in geldtermen te hebben, je hebt ongeveer 100 miljoen nodig om, om onderaan te, te komen. Dat is, dus ja, dat, dat zijn geen labproefjes, niet een slimme professor met, met een idee. Uh, te, dan heb je iets wat behoorlijk uitontwikkeld uh, is en waar uh, 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 ja, mensen serieus over vergaderen om uh, ja, dat soort orders van grootte uit uh, te geven. Dan heb je gewoon een proeffabriek uh, die, die misschien niet commercieel uit kan, maar waar toch uh, het zicht op commercialisering moet er dan al uh, bijna zijn. En om uh, ergens in dat uh, horizontale grijze balkje te komen. Om 1% aandeel in het energiesysteem te hebben, uh, heb je Ruweg een uh, triljard nodig. 1000 miljard. Dat zijn enorme uh, bedragen. Hè? Dus dat, uh, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dus dit is even om de grote te schetsen. Nu het uh, goede nieuws. We hoeven niet van scratch te beginnen. Hè? We, we zijn eigenlijk van scratch begonnen. Nou, is moeilijk om te zeggen, maar ik heb dit plaatje. Wie? Um, ik kan zien wie hier. ...staat uh, als ik zeg dat dit is het dak van het Witte Huis. En het jaar is 1979, dan moet dit wel Jimmy Carter zijn. He, een uh, in veel opzichten bewogen, bevlogen en, en bewogen man. Uh, die staat daar trots bij de installateur van zonnepanelen. Nie, niet eens onze zonnepanelen die meestal PV-panelen zijn... ...waar stroom uitkomt, maar dit zijn gewoon uh, warmwaterboilers. Dus uh, warmwater, maar... He, dit was uh, Carter in de naweeën van uh, de, de oliecrisis he, en dat was de eerste golf van he, we moeten iets anders hebben dan, uh, dan fossiele energie. En mind you, he, de drijfveer was hoofdzakelijk, he, de olie raakte op, CQ, we kunnen het niet zo makkelijk meer importeren. He, dit was ongeveer een decennium nog voordat klimaatverandering voor het eerst echt op de agenda kwam te staan. He, maar zo lang... Zijn we al uh, uh, bezig met, uh, met alternatieve energie? En dit, dit kan je zien als een uh, beginpunt. Nou, hè, en in 40 jaar hebben we toch met dit bereikt. Dit was toen ik uh, begon in Utrecht, zat ik in het Van Unic gebouw en dit was mijn uitzicht. Hè, daar werden net de zonnepanelen neergelegd hè, en op vele daken. Hè, ik heb. Uh, dus het is heel leuk, in mijn buurt was, had Google Earth een update gedaan. Dus ik kan nu precies turven wie in mijn buurt allemaal zonnepanelen heeft. En dat is een enorm verschil hè, met het vorige plaatje van Google Earth. Dus we hebben echt, in die 40 jaar is er iets gekomen. En zon en wind, wind heb ik het nou niet over. Dat zijn de twee werkpaarden van de energietransitie wereldwijd vooralsnog. Dat hebben we dan toch maar gedaan. En waar je dat uit terug ziet is dit plaatje. En dat, dat zijn uitgaves in de tijd, in diezelfde periode vanaf 1970. En op de, de blauwe lijntjes, ik moet, op de, ja, dan moet ik wel wijzen, dit, dit zijn de uitgaven die in miljarden slechts wereldwijd te meten zijn geweest aan, aan research. En ontwikkeling. Die, die, die vertoonde dus een piek in het Carter-tijdperk. En daarna is altijd leuk om te zeggen: daarna hadden we regen. Regen heeft demonstratief een paar jaar later de zonnepanelen weer van het dak van het Witte Huis laten verwijderen. En nou, daarmee zakte ook het enthousiasme voor de ontwikkelingen in. Maar het ging door. En, nou ja, het, het bleef doorgaan. Technische ontwikkelingen bleven uh, gedaan worden. Want je kan uh, zowel uh, onderzoekers aan universiteiten uh, en in bedrijven en entrepreneurs kan je niet stoppen. Dus zowel het niet erg gestimuleerd werd, ging het door. En lo en behold, uh, na, na 30 jaar ploeteren, uh, kwam er vanaf 2000 waren zowel windturbines als zonnepanelen gewoon commercieel. En dan komen we op de rechterschaal. Uh, en daar zie je dat. Uh, gewoon investeringen he, wereldwijd begonnen in de tientallen en uiteindelijk in de honderden miljarden te lopen. He? Dat is prachtig. Dus in 2000 he, was er niks en in 2010 he, waren de investeringen meer dan 200 miljard per jaar. Zover het goede nieuws. Sinds 2010, dus al bijna tien jaar, he, zijn ze tussen de 200 en de 300 miljard blijven hangen. En 90% daarvan is zon en wind. He, dus zon en wind, he, nogmaals, dat zijn de, de workhorses van, van de energietransitie in dit decennium en zeker in, in de komende jaren ook, uh, ook nog. En waarom is het niet meer? Iets is, he, wat je zegt, he, hier zouden uh, wereldleiders naar moeten kijken, is heel makkelijk. Zorg dat dit meer wordt. He? Maar goed, het is wat het is. Het enige, de saving grace hierbij is dat, uh, weliswaar neemt het uh, geldbedrag niet toe, hè, maar zonnepanelen en windturbines worden steeds goedkoper. Dus ook al geef je hetzelfde bedrag uit het volgend jaar, krijg je er meer, wel meer watts turbine en watts zonnepaneel voor terug. Dus dat is goed. Hè, maar het zou meer worden. Nou nog een ander plaatje om uh, ernaar te kijken, ook uh, eigenlijk om uh, toch wat ammunitie te geven dat uh, uh, het kan beter. Maar we hebben Zeker het afgelopen decennium, ja, en het laatste decennium in het bijzonder, is de wereld van energieinvesteringen significant veranderd. En dit is, dit is een plaatje hoe de energieinvesteringen verdeeld zijn. Dus in totaal was dat 1,8 triljard in 2017. En je ziet een beetje de, de sectoren die dat, die dat betreft: olie en gas, nog altijd heel groot. He, maar, maar dat blauwe balkje rechts, he, hernieuwbare opwekking, dus dat is het zon en wind, he, 300 miljard. Links daarvan, he, gewoon de investeringen in elektriciteitsnetwerken. Altijd goed. Dus elektriciteit, dat zullen we later ook zien, daarvan he, moeten we in het hele energiesysteem meer en meer hebben. Want alles wat we kunnen elektrificeren is, uh, is goed gedaan, is makkelijk gedaan. Er komt helaas een eind aan wat je kan doen, dus je hebt ook nog iets meer nodig, maar he, dat is goed. Dus, uh, nou, als je dat um, even kijkt, als je dat uh, uitmapt, uh, of uh, uit, uitlegt op uh, het wereldenergiesysteem. En we gaan nu heel snel door allemaal complexe plaatjes, dat realiseer ik me. Dus uh, uh, wat je hier ziet is de stroom van energie: uh, door, uh, uh, ja, vanaf de bron links, kolie, olie en gas, kernenergie en hernieuwbare brandstof. Hernieuwbare brandstof, om te zijn, wordt hier gedomineerd. En in het hele energiesysteem door wat heet uh, traditionele biomassa. He, als de hele schijf uh, 100 is, he, dan zei ik eerder al 80% is, uh, is fossiele brandstof. Van die 20 die overblijft is maar liefst de helft, 10% uh, is traditionele biomassa. Dus dat is sprokkelhout en dergelijke in, in de derde wereld. Huh? Dus nou, mind you, dat is dat. Uh, en uh, dat gaat dan, uh, enerzijds worden die brandstoffen in uh, brandstoffen, eindbrandstoffen omgezet, uh, en anderzijds er wordt heel veel van de kolen en gas, en kernenergie en renewables worden omgezet in uh, elektriciteit. En nou, dit, dit is dan wat je ziet. Hier zijn de. Zo zijn die investeringen verdeeld. En nou is het misschien aardig om te zeggen, nou, kleur ze een beetje naar wat is nou goed? En wat is wat we dan vaak noemen oude economie. Dan is het goede nieuws is alles wat gewoon zinnig is in het licht van de energietransitie die we hebben, dat is al met al het merendeel. En wat je ook ziet, je kan zorgelijk kijken, er wordt nog altijd heel veel geïnvesteerd in olie- en gaswinning. Kan ik zeker met mijn Shell-achtergrond wel iets genuanceerds over zeggen, laat ik dat maar even doen. Er is soms een enorme protestbeweging tegen, we moeten stoppen met fossiele winning. En elke dollar, elke euro die daar nog in gaat, die is misgeallokeerd. dat moeten we niet willen. Uh, maar maar uh, be careful what you wish for. Uh, uh, de natuurlijke afval uh, van de productie van uh, olie- en gasvelden is zo snel uh, dat als we letterlijk uh, zouden stoppen met uh, elke investering in kolen en gas, dan staan uh, volgend jaar vrij letterlijk uh, de rijen aan de pomp en uh, ja, dan breken makkelijk volksopstanden uit. Dat is zeer ontwrichtend. Uh. Dus het is goed dat het naar beneden gaat. Maar hè, weer in het licht van wat ik eerder zei, het kan allemaal niet oneindig snel. Hè. Dus het, maar het goede nieuws is hè, dat als je kijkt hoe groot. Hè, de investeringen in hernieuwbare energie zijn ten opzichte van hoe klein het is. Dat betekent als je dat over één levensduur van die investeringen voortzet, dus zeg 20, 30 jaar, dan is het aandeel van hernieuwbare energie zelfs op dit niveau voldoende om het naar tientallen procenten te trekken. Dat is niet genoeg, maar het geeft aan dat er wel degelijk een, een omslag al heeft plaatsgevonden in de allocatie van. Van, van geld dus dat is belangrijk en uh, als je kijkt waar zijn we nou in die energietransitie zou ik een beetje een goede wil kunnen zeggen we zijn ongeveer uh, uh, halverwege misschien dus wat we, we hebben eerst uh, de vorige eeuw gehad maak de technologieën en uh, zorg dat ze betaalbaar en schaalbaar zijn dat zijn ze nu dus we zijn nu als een uh, nou niet echt als een bezetene maar we zijn toch hard en in een respectabel tempo zijn we dat aan het uitbouwen. Zelfs met allerlei stress. Als we willen ze niet in het weiland, we willen geen windmolens, geen zonneparken, dus het moet naar zee. Dat zijn ja, uiteindelijk stressverschijnselen En reflecteert toch dat de, de, de snelheid waarmee de maatschappij dat kan accommoderen ook eindig is. Nog afgezien van het geld. Nou, de volgende uitdaging is als nu het aandeel zon en wind, die altijd flexibel zijn en of intermittend, wispelturig afhankelijk van de weersomstandigheden, om daar een werkend systeem van te maken als dit de dominante bron is, is niet gemakkelijk, maar naar mijn beste inschatting, wel te doen. He, het, ook dit gaat weer niet van de ene dag op de andere en er is een hele grote veelheid aan technische mogelijkheden om dit uh, te regelen. Dus ik heb een goede hoop he, dat in de 10, 15, 20 jaar die voor ons ligt, he, we zeker in Nederland, in Europa, in de ontwikkelende wereld en ja, hopelijk wereldwijd, he, de transitie naar elektriciteit weten te, weten te doen. Maar dan ligt nog voor ons de transitie van wat overblijft. Dat wat je niet kan elektrificeren. En dat is dan de vraag: wat is de toekomst van brandstoffen? Want het is mooi om het terug te brengen. Maar als we dit niet naar nul terug kunnen brengen, brandstoffen, hoe krijgen we dan de emissies naar nul? Nou, dat is een spannend vraagstuk. En onderwerp eigenlijk van de, de echte wetenschappelijke studies die ik doe. En om dat te illustreren, daar ga, ik niet, daar ga ik vrij vlug doorheen, maar wil ik toch uh, laten zien, dit zijn de koolstofstromen door ons uh, energiesysteem. Uh, um, de de me, meeste is fossiele brandstof, uh, het gaat door al die uh, eindgebruikssectoren heen en het eindigt in de atmosfeer. Dus dat willen we niet, he, maar het is even goed om te kijken, dus wat feitelijkheden. He. 90% van alle energie die we gebruiken he, is op koolwaterstoffen gebaseerd. 80% is fossiele brandstof en 10% is biomassa. En het meeste daarvan is dus die traditionele vorm. En dat is ook het laatste. Elektriciteit is maar 20% van het eindgebruik van energie. In termen van primaire energie is het meer. Maar in het eindgebruik is het 20%. Dus al elektrificeren we nou niet van vandaag op morgen, maar tussen nu en 2030 het hele. Of. Maken we het hele elektriciteitssysteem hernieuwbaar, hè, dan is in ons eindgebruik, blijven we nog altijd zitten met 80% die niet hernieuwbaar is. En wat we zeggen iets van uh, 60% over het totale energiegebruik. Hè. Dat is goed om te weten. En dit getal, hè, die 20% elektriciteit, die moet omhoog en de uh, uh, elektriciteit die, die moet uh, meer hernieuwbaar uh, worden. Dat betekent dus, zeker in het licht van wat ik eerder vertelde over waar het geld heen gaat. Dus waar de echte actie van verandering gebeurt. Dat hernieuwbare elektriciteit en elektrificering, die stuwen de verandering voort. En nou, dat kan in, dus dat moet enorm groeien. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, maar de details zijn niet. Niet be belangrijk. En maar ook in het eindgebruik, hè. in de gebouwde omgeving, kan je dus enorm veel doen met elektricisering. Dit, dit is een prachtig Nederlands voorbeeld waarvan ik denk hè, dat het over niet zo lang. Dat, dat men is bedoende ook dit schaalbaar te maken. Dus nou, dit is de transformatie hè, van het archetypische Nederlandse rijtjeshuis uit uh, de jaren 50, 60, 70. Eh, uh, natuurlijk uh, lek en um, zoals het gaat en, uh, met een CV-ketel op zolder. Dus het idee is: je zet er een schil omheen. Een extra schil, zodat het echt goed geïsoleerd is. Je doet zonnepanelen op het dak. De cv-ketel gaat weg. En daarachter plak je een huisje. Uh, een geprefabriceerde unit met, uh, met de warmtepomp. Heel goed over nagedacht. Je kan het. Uh Oh nee, ik heb de website weggehaald hieronder, maar dit project heet, 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 en heet Stroomversnelling, van uh, onder andere de BAM die dat doet. Maar er zijn steeds meer varianten op dit, uh, dit idee. Hè? Een heel goed idee, hè? maar er is ook altijd, dus enerzijds is het heel veel mogelijk, aan de andere kant kan je ook herkennen dat dit zal niet een universele optie zijn. Hè? En het argument in Nederland is dat, ja maar de grachtengordel, nou... Goed, er zijn veel dingen over de grachtengordel zeg maar. Goed, daar wonen al we dus weten van politici de prosecco uh, drinkende uh, klimaatactivisten. Uh, maar goed, die hebben vervolgens een probleem om hun huis uh, klimaatneutraal uh, te maken. Nou, geeft um, een interessante dynamiek. Uh, diezelfde prosecco drinkende lieden betalen natuurlijk ook met uh, een gunstig liestarief. Uh, de, de Tesla, uh, Tesla hè, is een geweldige uh, ding geweest wat, wat echt de automobielsector heeft opgeschud en dingen in gang heeft gezet die denk ik voor veel mensen ook een decennium geleden niet voor mogelijk hadden gehouden desalniettemin hoewel de enorme verandering voor hè, in het systeem geeft in transport moet, is het goed om te bedenken dat personenauto's hè, waar, waar dit uh, over gaat is maar een derde van het totale uh, uh, transport, energiegebruik. Het andere derde, één derde, zijn vrachtauto's. Uh, Nevermind wat Elon Musk daarvoor mooie plannen beheeft... dat is een stuk moeilijker. Uh, en het uh, laatste derde deel, dat is uh, scheepvaart en luchtvaart. Uh, en die groeien het hardst uh, ook. Dit is, dit is dan waar het eindigt, hè? En, uh, bij een derde. Dat is ongeveer het midden van de eeuw. Nou, en, en daar zijn de uitdagingen nog groter. Hè? Dus je kan zien hè, dat, dat als je... Zelfs als je alle elektrificering tot het maximum drijft, hè, dan eindigen we halverwege de eeuw niet in een wereld waarin alles geëlektrificeerd is. Ook al omdat hè, het laatste ding, dit is een e elektrische waterboiler op, uh, uh, op, uh, op industriële schaal. Maar ook daar hè, kan je een boel doen met elektrificering. Maar het is geen panacee. En je houdt processen over. Hè, de staalindustrie, de cementindustrie zijn... Hè, Archetypische voorbeelden van uh, industrieën die niet uh, of heel moeilijk en, en niet nou ja, in de afzienbare decennia uh, getransformeerd kunnen worden naar uh, uh, dominant op elektriciteit uh, gedreven. Dus als je denkt. We zetten alles op alles. Dan zou het plaatje ergens rond 2050 er ongeveer zo uit kunnen zien. Dan hebben we dus dat linker plaatje in het rechter plaatje omgezet. Dan is er meer biomassa. Er is veel meer elektriciteit. Hernieuwbare elektriciteit. Misschien wel 50% van het, van het primaire energieverbruik. Maar het is niet alles. En we zitten dan nog altijd met een significante. Uh, ...stroom van uh, fossiel CO2 waar we iets mee moeten. Dus, uh, nou, wat zijn dan de opties? De ene optie is, en die, die zie je hier, dus uh, het is allemaal een beetje lastig met het uh, aanwijzen... Hè, ...maar wat je ziet, hier zijn dus netto zijn de emissies nul. Dus allemaal een beetje handwaving en ongeveer, maar ja, de, in 2050 is het ook lastig om meer dan handwaving te zijn. Hè? Dus uh, van alle fossiele koolstof die je uit de grond haalt... Hè, Gaat ongeveer de helft in dit verhaal in de, in, komt in de lucht terecht. Maar die wordt dan weer gefixeerd in biomassa en uh, gaat zo opnieuw het uh, systeem in. Maar de andere helft die, die eindigt hier onderaan en dat is uh, koolstofopslag. Hè? Nou, denk ik uh, wel bekend uh, bij velen in Nederland al was het maar vanwege het uh, uh, Barendrecht debat en uh, uiteindelijk het Barendrecht debakelen. Hè? Het is. In technische zin is het heel makkelijk. He? Oh, nou, heel makkelijk. Ja, het is eigenlijk makkelijk. Het kost wat. Hè? Maar uh, het is, uh, we weten hoe dat moet. Je haalt het uh, uit het rookgas van uh, elektriciteitscentrales of van de industrie. Je comprimeert het. Je zuivert, je zuivert het en comprimeert het en je stopt het onder de grond. Hè? Nou, een heel debat over moeten we dat nou wel? En, uh, nou, daar kunnen we het in de discussie over hebben. Hè? Ten principale is het is niet elegant. Maar als je alles hebt bekeken wat ik heb gepresenteerd, dan is wat dan? En het wat dan, wat anders is, nou, er is altijd een technische vlucht naar voren. En in dit geval heet dat solar fuel, zonnebrandstoffen. En dus je kan in theorie zeggen, nou, als ik maar genoeg groene energie heb. heb wat kan ik dan doen? Dan kan ik die groene stroom kan ik gebruiken om uh, water te ontleden in waterstof. Ik uh, uh, vang de CO2 af, desnoods uit een schoorsteen, maar liever nog uit de lucht. Die laat ik reageren volgens bekende chemie met uh, katalyse waar we inclusief aan deze universiteit al decennia aan, uh, aan werken. En ik maak er opnieuw een brandstof uit. Nou, hè, dat is een perfect voorbeeld van in dit geval de circulaire economie. He, het is alleen technisch nog enorm uitdagend. Het is ook enorm, he, het is eigenlijk kostbaar. Het is zeker kostbaarder en duurder dan het, uh, het alternatief. Maar ik denk op de lange termijn, he, naar het, laten we zeggen, naar de, uh, nou ja, dit zou de doorkijk voorbij 2050 uh, zijn, he, is dit iets wat ik kan zien gebeuren. Wat ik ook kan zien gebeuren, misschien eerder, is waterstof. He, maar dit, dit zijn de uitdagingen. En uh, ik denk dat ik nu... Uh, ja, vrij redelijk. Oh ja, hier staat nog iets wat, wat de uitdaging is. Als je dit dus tot zijn eind uh, wil doen, hè, dan, dan heb je twee keer de hoeveelheid energie nodig, die, dan die je in het andere, elektriciteit, dan je in het andere geval nodig had. Dus enorm uitdagend hè, en het uh, gaat nog altijd over enorme stromen. Hè. En uh, om eerlijk te zijn, het, dit is uh, niet veel voorbij het... Uh, ja, het is moeilijk om te zeggen, op een bepaalde manier is het wel hè, voorbij het labstadium, maar het is zo ver af van wat commercieel kan, hè, want we doen nou precies het omgekeerde, dat het nog heel lang duurt hè, voordat dat zijn weg kan vinden in, uh, in de maatschappij op een uh, grotere schaal. Juist. Nou, dat was uh, het uh, uitzoomen. Uh, um, en uh, in, in de laatste vijf minuten wil ik iets zeggen over het klimaatakkoord. en hè, de, de doorrekening ervan door het uh, planbureau. En ik uh, kom denk ik wat uh, tijd uh, tekort, want ik ga wel scherp om uh, negen uur uh, stoppen. Dus ik uh, zal, uh, zal misschien zo even wat uh, doorklikken. Uh, maar. Dus nou hebben we de. We, we hebben nou, he, of ik heb uh, verteld over wat uh, sectorgewijs, wat uh, de mogelijkheden en wat uh, de, de, de onmogelijkheden zijn, of de beperkingen. He, het is nou aardig omdat dat heb ik in zijn algemeenheid gegeven, om dat uh, nou weer in te zoomen op uh, Nederland. Dus uh, dit is uh, de, de taartpunt van het, uh, de Nederlandse emissies. He, naar, naar de grote uh, sectoren toegerekend. Nou, wa, waarom heb ik uh, er eentje uitgelicht in rood. Nou, dat zijn de emissies waar niemand over praat. Hè. Wij in Nederland niet, maar internationaal nog even niet, want dat is voor even nog te moeilijk. Hè. En dat is uh, scheep internationale scheepvaart en internationale luchtvaart. Hm? Uh, en uh, wij hebben in Nederland daar nogal veel van, dankzij onze twee mainpoorts van uh, Rotterdam en uh, Schiphol. Hè. Dus als het totale probleem hè, 250 megaton CO2 per jaar is. Hè, dus, uh, nou, dat is 15 ton voor, voor ons allemaal per persoon hier in de, de zaal, dus dat is een, een flinke vracht, die wij, eh, ieder, ieder, een flinke last die wij ieder op onze schouders dragen eh, virtueel. Maar, maar die laten we dus buiten beschouwing en dit eh, is wat in het klimaatakkoord be, bekeken wordt. En andere landen doen het precies zo, andere komt later. Hm? Nou, als dit het is, dan wat eigenlijk, en daar ging het om: we hebben ook al bestaand beleid. En bestaand beleid, dat leidt ertoe dat we in 2030 dat de taartpunt met emissies iets kleiner is. En nou, de opdracht die er was gegeven, is om de taartpunt zo klein te maken. Dus dit is 49% emissiereductie. Nou. Wat hebben nu de rekenmeesters van het planbureau gezegd? Nou, dit, dit is figuur S2 uit het rapport. Het rapport is zo te, van het internet te halen. De moeite waard, zeker om de, de samenvatting te lezen. Is goed geschreven en ik weet niet tien pagina's of zo. Maar dit is een cruciaal paadje. Dit is waar we nu staan waar we op het basispad, dus met bestaand beleid, uitkomen... en waar we dus onder de voorstellen uit het klimaatakkoord komen. En dan was dus de headline boodschap... nou, alles wat er is opgeschreven, het lukt net. Maar als je kijkt naar de onzekerheden die erin zitten... dan is de kans dat we het niet halen... is groter dan dat we het wel halen. En waar is dat nou van afhankelijk? Ik bedoel, uiteindelijk... He, is het op dit niveau he, niet afhankelijk van wat technisch of zelfs maar techno-economisch he, mogelijk is, maar het is vooral een kwestie van politieke wil. He, en laten we zeggen. Politieke en maatschappelijke organisatie hè, krijgen we het voor elkaar om met z'n allen hè, de wet en regelgeving zo te maken en ons daar ook hè, door de komende decennia heen aan te houden hè, dat we het echt uh, gaan doen. Want de kans dat we het niet halen hè, is waar we nu staan nog altijd groter dan dat we het wel halen. Dus het vraagt enorm voortdurend en langjarig commitment van de politiek om dat werkelijk te doen. Vandaar ook dat zoiets als een klimaatwet, waarmee je eigenlijk zegt, oké, okay, we weten dat we altijd uitgedaagd zullen zijn om het maar even een jaartje niet te doen, dat iets zo belangrijk is. In Engeland hebben ze dat goed gedaan. Er is dus tien jaar geleden al dingen geborgd in een klimaatwet. Er is een onafhankelijke commissie van, de Committee on Climate Change, die deelt een CO2 of een emissiebudget uit voor hè, iedere vijf jaar. Nou, en dat, ik denk dat dat een, een succesvol een voorbeeld is van uh, hoe je dingen uh, kan uh, organiseren. Ik denk dat ik nu even een short, nou misschien, ik, ik klik er gewoon snel doorheen. En eigenlijk heb ik daarmee één uh, leuk woordje bij. Als je uh, kijkt, wat is er nou opgeschreven in dat klimaatakkoord? Nou. Dan hoef je. En wat is de toonzetting daarvan? Dan hoef je elke keer niet verder te kijken dan de eerste paragraaf, de openingsparagraaf van wat er in het klimaatakkoord staat. Als je hem voor elektriciteit neemt, en ik ga het niet voorlezen, dan is dat zo helder als het maar kan. Er staat tak, tak, tak. Dit doen we al. Hè, en we moeten het opschalen en dan gaat het lukken. Je ziet ook in die rode segmenten hier, de, de pie charts, hè, wat we ambiëren en ook wat zal gebeuren. En waar de. Waar de onzekerheid het kleinste is, is elektriciteit. En uit de grond van al het voorgaande wat ik verteld heb, is dat te begrijpen. Elektriciteit is waar echt de megatonnen winst uitkomen. En de, de andere sectoren zijn ieder op hun eigen manier moeilijker. Uh, misschien op een bepaalde manier is nog het, het helders hier, stap ik over, de gebouwde omgeving. He, daarvan is de inleidende in paragraaf het allerkortste en misschien het allerheldenst he, En dank aan he, Diederik Samson, we staan voor de grote verbouwing. He, dat, dat is mooi omschreven. Volgens he, raakt uh, eventjes iedereen daar weer vreselijk van in de schrik van, uh, oh jee, grote verbouwing. En toen is ook het inzicht bij de politiek ontstaan. Oké, okay, dit is niet een verbouwing tussen nu en 2030. Dit is een verbouwing tussen nu en 2050. Dus we allemaal, alle huizen in Nederland, moeten over een periode van 30 jaar verbouwd worden. En niet 10 jaar. En toen was er een mooi stuk van een column van die, dezelfde Diederik Samson in. Misschien had ik het niet de grote verbouwing moeten noemen, maar had ik moeten zeggen de gewone verbouwing. Want alle huizen worden in 30 jaar een keer verbouwd. Dus dat is goed. En ik bedoel, ook inhoudelijk is er weinig spannend aan. We weten hoe dat kan. Ik denk dat de crux hier vooral is om te beseffen dat dit een 30-jaren plan is. En het slechtste wat je kan doen is nu heel urgent, heel zenuwachtig, met slecht opgeleide bouwvakkers dingen gaan uitrollen. Uh, die uiteindelijk niet werken in de praktijk. En, en dat risico is enorm aanwezig als je het te snel doet. Dus ik denk vooral hè, hier is gestaag werken uh, geboden. En vooral zeker in de eerste jaren zorgen dat wat er gebeurt, dat dat goed gebeurt. Hm? Nou, dan mijn favoriete is de, de mobiliteit. En uh, het is: uh, ja, ik heb het roze gemaakt omdat de tekst uh, leest alsof we onszelf in een roze wolk uh, wanen. Ik bedoel, als je dit leest en, en de woorden op je inlaat uh, werken, hè, zorgeloze mobiliteit, arm en rijk, betaalbaar, veilig, het gaat, het gaat nergens over. <laughs> een Be beetje oneerbiedig uh, gezegd. He, maar, maar dit is iets, in zekere zin is mobiliteit misschien de grootste probleemsector die er is. He, dus mobiliteit is voor meer dan 90% afhankelijk van olie, punt. He. En de alternatieven die zijn daar wel, he, maar, maar die hebben allemaal zo hun beperking. En dus als je inhoudelijk kijkt, het merkwaardig is, en nu moet ik echt ophouden, maar ik ben er bijna door. Dus uh, nog, uh, nog één sector te gaan en nog één plaatje en dan stoppen we gewoon en gaan we over naar de discussie. Hè, dus uh, wat je ziet is dat uh, er zijn een aantal. Hè, een Technische mogelijkheden, die zijn echt, he, met name elektrische auto's en biobrandstoffen, maar die zijn tegelijkertijd ook heel duur. He. Er zijn ook niet-technische maatregelen, zeg maar, volumemaatregelen, OV-fiets, rekeningrijden, waar we enorm tegenaan zitten hangen. He. Zeker rekeningrijden, he, daarvan re, re, zeggen de rekenmeesters dat het potentieel enorm veel zou kunnen besparen, he, is of was he, min of meer niet bespreekbaar. Dus he, dat is raar. He, dus hier zit iets uh, ongerijmds in he, met wat we willen. Dit, uh, dit, dit moet nog ja, landen, om, om zo te zeggen. En tot slot uh, de industrie. Uh, als je dat bekijkt, dat is eigenlijk uh, vooral een enorme lijst van dingen die er gedaan uh, moet worden. En uh, nou, ik, ik had uh, een cartoon uh, erbij zitten waar nou ja, die laat ik dan toch maar even zien. Dus uh, een veelheid van dingen. Weet je, het klinkt geweldig. En ik heb in de industrie uh, gewerkt. En uh, de, dit was altijd een van de favoriete cartoons die ik uh, liet zien. Als je weer zo'n vaag opdracht van het management kreeg. You know what I'd like to do, Karslof? I'd like you to create a far-reaching, innovative program... that will open up lots of channels of great opportunities... links with all kinds of things... and enable something or other to happen. Any ideas? Nou, dat is een beetje gechargeerd, maar ook hier moeten dingen nog, nog landen. Dus wat hier wel in zit is de enorme veelheid en gedifferentieerdheid aan, aan dingen. En ook het argument van wie en hoe gaat het betalen. Dus we zitten nou momentaan in het idee van even vorige week, oh we hebben het bedacht. De, de industrie gaat twee derde betalen en we gaan een CO2 heffing doen. Uh, maar, maar het is verre van duidelijk dat als je belasting int op CO2, hè, dan oké, okay, er wordt iets betaald. Hè, maar het is niet duidelijk dat dat ook leidt tot vermindering van de uitstoot. Hè, want als ik de belasting betaal, dan ben ik er vanaf als ik een bedrijf ben. Hè, dan ben ik de vervuiler en ik heb betaald. Dus hè, hoe je een belasting. Uh, vertaald in ook uh, uh, actie die leidt tot investeringen en verminderde emissies. Uh, dat is verre van triviaal en zal nog heel veel uh, denkwerk vragen van uh, ja, de politiek in Den Haag. en in, in relatie met het uh, polderend uh, landschap, om, om dat uh, goed uh, te krijgen. Misschien om uh, te eindigen hier. Uh, is enorm veel mogelijk. aardig is dat anders dan veel andere sectoren, hè, is de discussie ten principale heel rationaal. Hè. Je, je zet uh, de, de randvoorwaarden en uh, de investeringen gebeuren of ze gebeuren niet. Hè. Dus nou, al met al, ik laat het hierbij, want ik ben al uh, over mijn uh, gealloceerde tijd uh, heen. Maar ik hoop jullie uh, een beeld uh, te geven wat, wat hopelijk. Uh, jullie een uh, soort tussen hoop en vrees heeft laten landen met het idee dat er is ontzettend veel uh, wat, wat verbeterd is in de afgelopen jaren. Het is nog niet helemaal, of nog lang niet, wat het moet zijn in de komende decennia. Hè, maar het is een uitdaging die gefaceteerd is en die we nu uh, pas in alle ernst op een hele andere schaal dan in het verleden aangaan. Dus uh, spannende tijden voor ons. Dank, dank jullie wel.